De aftrap, waarom zitten we hier? Ik zal het maar kort houden. We gaan verbouwen, ja. Als het allemaal door mag gaan. En het moet nog de commissie in, het moet nog BMW in, het moet nog commissie in, het moet nog de raad in. Maar er zit een heel verhaal achter die verbouwing. En we zijn begonnen 14 jaar geleden hier zo, met het dorpshuis. Dat is toen hier neergezet. Met een heleboel verenigingen en van allerlei organisaties erin. Maar naarmate de jaren bleek, haakten wat organisaties af en er gingen ook wat verenigingen weg. Deels door financiën, deels door allerlei andere situaties. En wat hebben wij? We zitten hier nu bijna 3 jaar als bestuur. Daar hebben wij dus regelmatig overleg gevoerd met de ambtenaren van het gemeentehuis, ook met diverse wethouders. En we hebben gezegd van de mensen, er moet iets met dat dorpshuis gebeuren, willen we dat intact houden. Mm-hmm. Want als we op dezelfde voet door zouden gaan, zou het geen haalbare kaart meer zijn. Ombouwen van een dorpshuis naar een wat meer maatschappelijke functie. Eerder was hier al het plan opgevat om een maatschappelijk centrum en een commercieel, schuimstrip economisch centrum te maken, het Meidoornplein, een revitaliseringsslag daar te maken. Maar dat kon eigenlijk niet op één plek. Nu was er behoorlijk wat leegstand. Dus hebben we toch nog een keer gevraagd aan de ambtenaren. Ga nog een keer kijken naar alle leegstand in het wezen. Kunnen we die twee met elkaar combineren? Kunnen we toch bij dat economische centrum ook het maatschappelijk centrum verwezen? Zodat wij als nieuw college ook een hele bewuste keuze kunnen maken. Hè, met de partijen die daarbij horen. Dat is gedaan. Ook samen met het dorpshuis daarbij. En daar is uit het scenario gekomen dat de plek van het dorpshuis een hele goede plek zou zijn voor een maatschappelijk centrum. Het ligt ook heel dicht bij het economisch centrum, dus daar is best wel een link in te maken. Zo zijn we in gesprek geraakt met het dorpshuis. En van, hey, we willen starten met een pilot sociaal team. Daar horen onze WMO-consulenten bij. Maatschappelijk werk zit daarbij. Daar zit iemand van de wooncorporatie bij. Kijken van, hey, dat is eigenlijk vanuit het sociaal domein onze professionele organisatie. Die willen we ook al dicht bij de mensen zetten. Dan is Wezep de grootste woonkern. Nou, dan zetten we die mensen niet in het gemeentehuis in de kern Oldebroek. Dan gaan we kijken van, hey, kunnen we die positioneren in Wezep? Nou, dat komt mooi in het dorpshuis hier. Mm-hmm. Want wat we daar ook vooral bij zochten, is een laagdrempelige toegang. En je komt er nog steeds niet makkelijk vooruit dat je hulp nodig hebt. Ik zeg ook wel vaak van hulpgebieden is veel makkelijker dan hulpvragen. Hè, maar hoe zorg je nou dat die hulpvrager wel komt? Nou, dan moet je zorgen voor laagdrempeligheid. Dat is ook een van de redenen waarom wij met de bibliotheek in gesprek gegaan zijn. Als je naar de bibliotheek gaat, iedereen kan naar de bibliotheek. Je kunt er een boek halen, je kunt er gewoon lezen, je kunt er een koffietafel is er tegenwoordig. Je kunt er eigenlijk van alles doen. Uh-huh. En niemand ziet wat je er komt doen. Nou, als je dat combineert met het sociaal team, kun je eigenlijk ongezien naar het sociaal team gaan, zonder dat jouw buurvrouw die hier dan toevallig net langskomt, ziet dat jij hulp gaat vragen. Nou, in die onderzoekfase zitten we nu eigenlijk om met al onze partners die wij hebben kunnen bedenken en die interesse getoond hebben in het samen vormen van een maatschappelijk centrum, waarbij ik denk dat dat wel belangrijk is, toch de inloopfunctie, de contactfunctie nog behouden blijft van het dorpshuis. En we willen een soort dorpsplein toch genereren, waar mensen elkaar kunnen vinden, waar je inderdaad voor de Britse avond heen kunt gaan, maar ook voor het kopje koffie. Hè, als je de geraniums te veel worden waar je achter zit, dan denk je van, nou, ik ga misschien toch naar het dorpshuis het kopje koffie halen. Mm-hmm. Dat willen we allemaal bij elkaar krijgen. Overigens is er ook een aanvraag voor subsidieweg naar de provincie. Die gaat vanavond om 12 uur officieel de deur uit. Dan moet hij de deur uit zijn. Dan moet hij de deur uit zijn. Het zou 1 minuut voor 12. Maar nogmaals, het is hartstikke goed om een maatschappelijke organisatie te creëren waar iedereen kan komen, maar het moet betaalbaar zijn. Ja, maar die subsidie is dan een subsidie voor de verbouwing. Ja, ja, dat kan een heel lang proces nog zijn. Waarom kiezen jullie er dan nu voor om mij hier tegenover jullie te zetten? Burgerinspraak. Wat we heel belangrijk vinden, is inderdaad het stuk dat we volgende week hier een avond hebben belegd. Okay. De 25e. Ja, 25 maart. En dat was volgens mij ook de hoofdmoot van het gesprek. Maar de inleiding was denk ik heel terecht. Om te zeggen van, hey, we willen de inwoners van de kern, met name de kern Oldebroek, de kernwezen die zullen komen, mm-hmm. Inspraak geven over bijvoorbeeld de verhuizing van de bibliotheek.
Die zit nu in het centrum. En wat vind je daar dan van als die hierheen gaat? Of waar moeten we rekening mee houden? Mm-hmm. En als hier dan een sociaal team zit, wat vind je daarvan? En hoe moet dat dan met elkaar gaan? Dus we willen hun informeren over huisvesting. Het premature plan. Maar daar mogen ze wel wat van vinden. Dus voordat het college er wat van vindt en de raad er wat van vindt, gaan wij de burgers ook vragen wat ze ervan vinden. Mm-hmm. Zodat het advies naar het college en raad ook een advies is waar de burger bij betrokken is. Ja, ja. Dat vinden we een heel belangrijke. Dan hebben we die avond, combineren we met eigenlijk een presentatie van heel veel informele en formele ondersteuners. Ja, dus die avond hier van alles te doen. Mm-hmm. Er zijn vrijwilligersorganisaties die zich presenteren, wat professionals die hier zijn. Zelf ben ik hier die avond ook aanwezig om te horen, want wat vindt men nou als cliënt van het sociaal team bijvoorbeeld? Ja. Hey, ik ben inderdaad die avond gewoon beschikbaar voor de mensen van kom met mij praten en zeggen wat je ervan vindt. Mm-hmm. De mensen in wezen denken dat dat de hoofdingang was, maar altijd is dit de hoofdingang geweest. Nou, dat wordt nu visueel wordt dat aangepast, dat de hoofdingang wordt. We zijn zelfs zover dat we de mogelijkheid onderzoeken om bij de Aldi een weg door te trekken van die Zuiderzeestraatweg naar hier het parkeerterrein, maar dat zijn allemaal onderzoeken waar we mee bezig zijn. Mm-hmm. Want je moet hier optimaal die auto's kwijt. De grote theaterzaal, die zal waarschijnlijk opgeofferd moeten worden als al deze functies hier worden ondergebracht. Mm-hmm. En dat hangt er ook mee samen dat we dit graag doelmatig efficiënt willen doen. Dus dat het ook niet, anders moet je enorm veel nieuwbouw gaan plegen om al die functies hierin te kunnen huisvesten. Essentieel is die maatschappelijke functie dat de wezenbeurt niet meer hoeft te zoeken. Je gaat straks naar één ruimte en dan vindt hij alle loketten. Mm-hmm. Nagenoeg alle loketten. Het is, want ik denk dat het nog nergens zo gerealiseerd is als we uiteindelijk de kogel door de kerk hebben wat hier staat. En ik denk dat dat een eye-opener is voor andere gemeentes om daar ook eens kritisch naar te kijken wat ze binnen hun eigen gemeente ermee aan kunnen. Mm-hmm. Ik denk dat dit wel heel uniek is wat hier gaat komen. Want dat is misschien wel de aanvulling op jou wat je zei over Elburg. Je treft hier dan zometeen mail de professionals en de informele ondersteuning. En als je het Huiken in Elburg kijkt, dan krijg je toch meer de informele. Dan denk ik wel de Stichting Welzijn willen en daar zo. Maar wij hopen hier dan inderdaad ook de professionals te krijgen. He, dat de ICARE, dat die ook haar uitvalsbasis hier heeft als wijkverpleegkundige. Ja. Maar je zegt nu de planning dat het medio april naar het college komt, het voorstel. Klopt. Nou, als we dan doorrekenen, dan zit je eind mei in een raad. Ja. Nou, en dan is het afhankelijk van hoe bereidwillig de raad is, om dan maar eventjes, hoe goed het plan is. Laten we maar van de kwaliteit van het plan laten afhangen in plaats van de bereidheid van de raad, dat lijkt me beter. In feite is dat op dit moment het beste om als datum te benoemen. Dus dan zou je voor medio dit jaar willen we het besluit klaar hebben. En dan kunnen we zeggen, hé, wat betekent dat dan? En hoe gaan we het verder doen? Mm-hmm. Want blijft tijdens de verbouwing de winkel open, om het maar zo te zeggen, of moet er wat anders geregeld worden? Ja. Nou, daar wordt al over nagedacht, maar afhankelijk van hoe ver we gaan, is dat natuurlijk wel andere besluiten nodig.